Leuk dat je kijkt naar de korte weekhoroscoop van de Mandala. En deze week is het voor week nummer 10. Dat is van maandag 4 maart tot en met zondag 10 maart. En als de kaart is goed om te kijken wat deze week voor jou in petto heeft. Dan lijkt het kreeft alsof het een week is waarin je... Je hebt eigenlijk wel allerlei ideeën of plannen voor de toekomst. En dat heeft een beetje te maken met je huiselijke sfeer. Het kan zijn dat je misschien met een nieuwe baan bezig bent. Of een nieuwe woning. Of misschien gezinsuitbreiding. Het zijn plannen die wat over de langere termijn gaan. En eigenlijk word je daar heel erg enthousiast van. En zou je het meteen al willen doen. Maar het zijn plannen voor de langere termijn. En natuurlijk kun je hier al bepaalde acties op ondernemen. Maar je kunt nog niet meteen al die acties doen. Of je kunt nog niet meteen het huis gaan bouwen. Of hè, dat het dan binnen een week klaar is. Je moet hier de tijd voor nemen. En dat is een stukje wat je eigenlijk wat lastig vindt. Omdat je allerlei dingen aan het bedenken bent voor jezelf die je graag zou willen. En dat is natuurlijk op zich ook hartstikke goed. Maar het zijn niet dingen die je meteen kunt krijgen. En dat is een stukje waar je dan voor jezelf het gevoel kan krijgen. Ik zit hier niet op mijn plek of ik zit hier niet op het moment dat ik me niet fijn voel. Maar geloof me, geef het even de tijd. Het is goed dat je ermee bezig bent. En ga die langere termijn dingen uitzetten. Dan zul je zien dat je daar ook toch wel een stuk rust in kan gaan vinden. Dit was alweer de korte weekhoroscoop. Ik wil natuurlijk graag wat je ervan gevonden hebt. En ik wens je sowieso een super fijne week.